Hi daar, welkom bij deze slaapmeditatie. Deze meditatie is bedoeld om je voor te bereiden om een krachtige en inspirerende presentatie te geven. Mijn naam is Pim Jansen, ik werk als NLP-trainer, Peak Performance Coach, om mensen te inspireren om zoveel mogelijk uit hun leven te halen. En in deze meditatietape gaan we aan de slag om jou mentaal voor te bereiden op het geven van een presentatie. Dus als je binnenkort een presentatie in het verschiet hebt, of als je gewoon beter wil worden in het overdragen van jouw persoonlijke verhaal, of het overdragen van informatie, kennis of vaardigheden, dan is deze meditatietape voor jou perfect. Laten we aan de slag gaan. Ik wil je uitnodigen om comfortabel te gaan liggen op een manier waarvan je weet dat jij zo dadelijk heerlijk in slaap kan vallen. Want zodra deze meditatietape eindigt, gaan we over in een diepe en ontspannen slaap. En wanneer je zo ligt, mag je eens voelen hoe jouw lichaam nu aanvoelt. Hoe je armen nu voelen. Hoe je benen aanvoelen. Welke geluiden je wellicht nu nog in jouw omgeving hoort. En hoe jouw adem je lichaam in uit kan gaan. Heel goed. En zo kan je beginnen te merken dat je met iedere ademhaling meer en meer kunt ontspannen. Zo ja. Dieper en dieper ontspannen. Terwijl je voelt hoe jouw lichaam contact maakt met de omgeving. Hoe je buik met elke ademhaling op en neer gaat. Hoe je vingers nu aanvoelen en hoe iedere cel en iedere vezel van jouw lichaam steeds meer kan ontspannen. Heel goed. Voel maar die ontspanning dieper en dieper wordt. En hoe meer je ontspant, hoe beter het voelt. En hoe beter het voelt, hoe meer en meer jij ontspant. En voel maar eens hoe het voelt om alle spanning en alle stress die je nog in je lichaam hebt zitten, los te kunnen laten. En je voor te stellen dat die spanning als het ware uit jouw lichaam kan stromen. Als druppels water van je af kunnen glijden en langzaam van jou af kunnen vallen, druppel voor druppel, steeds meer relaxed, steeds meer comfortabel. Alles is goed,
alles is oké en helemaal veilig hier in de ruimte, wetende dat alles helemaal goed komt en dat jij zo dadelijk overgaat in een diepe, ontspannen slaap. Wil ik je vragen om je met je ogen gesloten nu voor te stellen dat jij door een prachtig, groot gebouw loopt. En merk maar op hoe dit gebouw jou kan inspireren. Hoe dit gebouw een positieve indruk op jou maakt. En hoe je die kracht en inspiratie in jezelf kunt voelen, terwijl je enkel en alleen maar rondloopt in dit gebouw. Stap voor stap, steeds verder door dit prachtige gebouw, tot je aankomt bij een trap. Deze trap leidt je naar beneden. Tree voor tree, steeds dieper naar beneden. En hoe dieper je naar beneden gaat, hoe meer je ontspant, steeds meer ontspannen. En hoe meer je ontspant, hoe meer jij in aanraking komt met jouw onderbewuste. En wanneer jij helemaal onderaan de trap aangekomen bent, kun je merken dat jouw lichaam en geest in volledige rust en volledige kalmte zijn. Klaar om de reis voor te zetten. En terwijl je verder loopt door dit gebouw, merk je een prachtig versierde zaal op. En dit is precies een zaal waar jij graag een keer een presentatie zou willen geven. Merk maar op dat er precies zoveel stoelen zijn als jij graag voor jouw speech zou willen hebben. En merk op hoe het podium eruit ziet. Of er een flip-over aanwezig is, of een beamer, of een whiteboard, of heel iets anders. Of misschien is het gewoon puur en alleen een podium van waaruit jij jouw verhaal kan delen. Alles is goed. Stel je deze zaal maar helemaal voor, precies zoals jij hem graag wil hebben. De stoelen, precies op de manier zoals jij ze graag ziet. Het kan in een theateropstelling zijn, in een U-vorm of aan tafeltjes, wat voor jou het beste aanvoelt. De verdere opstellingen van de zaal. Kijk naar de lampen die je kunt waarnemen, de speakers, voor de muziek of voor de microfoon, alles wat jij nodig hebt om jouw presentatie fenomenaal te maken.
En terwijl je zo door deze zaal loopt, voel je al de sfeer van inspiratie die in deze zaal te voelen is. Hoor je de geluiden van deze zaal en zie je de prachtige versieringen die deze zaal tot zo'n inspirerende zaal maken. En wanneer je zo langzaam maar zeker door deze zaal loopt, dan kun je opmerken dat ergens in het midden van het publiek een prachtig versierde stoel staat. Dit is de stoel van de regisseur. Vanuit deze stoel wordt alles in dit theater bestuurd. En jij mag kalm en vol zelfvertrouwen op deze stoel plaatsnemen. Want jij bent de regisseur van jouw eigen leven. En jij hebt vandaag de kans om jouw eigen presentatie te regisseren. Precies zoals jij het graag wilt hebben. Merk maar op hoe je vanuit deze stoel van de regisseur alles in dit theater op jouw manier kan veranderen. Wil jij het podium een andere kleur geven? Je hoeft maar in je vingers te knippen en het is gebeurd. Wil jij de stoelen in een andere opstelling zetten? Je hoeft maar te knippen en het is gebeurd. Zo kun jij vanuit deze stoel alles besturen wat er in deze zaal gebeurt. En zo mag je je nu voorstellen dat op het podium van achter de coulissen jijzelf verschijnt. Je ziet jezelf kalm en zelfverzekerd het podium opstappen. Met die glinstering van genot in je ogen. Met die glinstering van afwachting om een zaal te kunnen inspireren. Om jouw verhaal te kunnen delen. En zie maar hoe jij dat podium oploopt. Hoe jij de mensen in de zaal aankijkt. En hoe jij je presentatie start precies op de manier zoals jij dat graag wilt. En kijk naar de expressie in je eigen gezicht. Kijk naar de houding. Luister naar de woorden die uit je eigen mond komen. Naar de klank van je stem. En als er iets is dat jij graag zou willen aanpassen aan die presentatie, dan mag je dat nu doen. Heel goed. En zo mag je nu blijven kijken en luisteren naar deze presentatie en dingen blijven verbeteren, net zolang tot jij er volledig tevreden over bent. Dus blijf maar kijken naar je eigen gezicht, de glinstering in je ogen, de lach op je mond, de spiertjes in je gezicht, je houding. Kijk naar wat je doet met je armen en je handen. Hoe je je bovenlichaam beweegt. En hoe ook jouw voeten op de grond staan of bewegen. Merk op hoe jij gebruik maakt van het podium. Of je bijvoorbeeld meer stil wil staan, of
of juist meer wil bewegen. En het podium ten volste wil benutten. Alle hoeken en gaatjes van het podium wil gebruiken. Of zelfs het podium af wil lopen. En het publiek inloopt. Om zo extra verbinding met jouw publiek te krijgen. En wat je jezelf ook ziet doen, het is allemaal goed, zolang jij er maar tevreden over bent. Want jij mag deze presentatie precies zo maken zoals jij er helemaal tevreden over bent. En wanneer je dat gedaan hebt en je echt helemaal tevreden bent en trots bent op jezelf en op deze presentatie, dan mag je opstaan uit de regisseursstoel. Dan mag je naar jezelf toe lopen. Steeds dichterbij. En steeds dichterbij. Tot je die positieve energie van jezelf af kunt voelen stralen. En steeds dichterbij. En wanneer jij er klaar voor bent, dan mag je in jezelf stappen. En zo helemaal in jezelf gestapt, mag je deze film nog eens helemaal terugspoelen tot het begin. Zodat je merkt hoe jij nu achter die coulissen staat. En langzaam, stap voor stap, het podium oploopt. Terwijl je voelt hoe jouw ogen schitteren. Voelt hoeveel zelfvertrouwen je nu ervaart. En hoe jij je verheugt om vandaag een groep mensen te inspireren. En een positieve impact te maken op het leven van andere mensen. Hoe jij nu kunt voelen hoeveel zin je hebt in deze presentatie. Om er voor jezelf en voor je publiek een geweldige ervaring van te maken. En terwijl je dat podium zo kalm en zelfverzekerd oploopt, kun je nu de mensen in jouw publiek aankijken. Eén voor één. Heerlijk rustig en op je eigen tempo. En de waardering voelen voor deze mensen. Voelen hoe blij je bent dat al deze mensen speciaal hier naartoe zijn gekomen. Om vandaag naar jou te luisteren. En als je wilt, dan mag je deze waardering zelfs uitspreken. Je publiek bedanken dat ze vandaag hier naartoe zijn gekomen. En dan mag je voelen hoe jij jouw presentatie start. Opmerken. Hoe die woorden uit je mond als het ware vanzelf lijken te komen. Helemaal perfect. Precies zoals jij dat net hebt gecreëerd. En opmerken dat het lijkt alsof jij deze presentatie niet eens zelf geeft. Maar dat het lijkt alsof deze presentatie door het universum via jou gegeven wordt. Helemaal in de flow. Helemaal één met dit moment. Opgaand in deze stroom van positieve energie. Van flow en inspiratie. Met het maken van die positieve impact
als enige doel dat jij voor ogen hebt. Om vandaag levend op een positieve manier te kunnen veranderen. En voel maar hoe je hiermee bezig bent. Ervaar ieder detail van deze presentatie. Van de dankbare blikken in de ogen van jouw publiek, tot het gevoel dat je zelf uitstraalt, tot de woorden die je zelf hoort zeggen, tot de beelden die op de beamer of op de flipover naar voren komen, of zelfs de beelden die je zelf uitbeeldt, de gebaren die je maakt, de bewegingen die je maakt met jouw lichaam. Ervaar ieder detail dat deze presentatie zo geweldig maakt. En laat dit fantastische gevoel maar helemaal door je lichaam stromen. Terwijl je die mensen in jouw publiek één voor één aankijkt. En zoveel liefde en waardering voelt voor de mensen die hier gekomen zijn. En die dankbaarheid ziet in hun ogen. En de kracht en energie die hier, dankzij jou, in deze zaal hangt, kunt voelen. En geniet hier volledig van. Geniet van ieder moment. Heel goed. En wanneer je dat gedaan hebt, dan mag je langzaam, maar zeker, deze prachtige zaal verlaten en opmerken dat je bij een lift aankomt. Een lift die jou verder naar beneden brengt. Verdieping voor verdieping. Steeds verder naar beneden. En hoe lager deze lift je brengt, hoe dieper en dieper jij je in jouw onderbewustzijn kunt ontspannen. Jouw geest die totaal relaxed is. Heel goed, en terwijl je steeds dieper gaat, kun je realiseren dat voortaan met iedere presentatie die jij geeft, jij terug kunt gaan naar dit gevoel van kracht, dit gevoel van inspiratie, dit gevoel van waardering voor je publiek. En terwijl je lager en lager gaat, dat besef door je heen laten stromen en opmerken dat jij vanaf nu met iedere presentatie die jij geeft beter en beter wordt. Steeds lager in deze lift tot je aankomt bij de onderste verdieping. Ping! De liftdeur gaat open en je komt aan in de meest relaxte, ontspannen kamer waar je ooit geweest bent. Vol met allerlei tools en hulpmiddelen die jou helpen om dieper in die ontspanning te komen. En als dat betekent dat deze kamer praktisch leeg is, dan is dat ook helemaal goed. Alles wat jou helpt om je volledig te kunnen ontspannen. Dieper en dieper. Zo mag jij op een heerlijk comfortabele manier plaatsnemen in deze kamer. En alle gedachten en alle stress of spanning die nu
ergens nog in jouw lichaam is, in deze kamer laten vervagen, zodat het enige dat overblijft ontspanning en rust is. En opgaand in die ontspanning en in die rust kun je merken dat iedere cel en iedere vezel in jouw lichaam volledig ontspannen is. Met dit heerlijke gevoel mag jij zo dadelijk in slaap vallen, wetende dat de eerstvolgende keer dat jij een presentatie gaat geven, jij optimaal voorbereid bent en het niets anders dan een geweldige ervaring kan worden. En met dat besef mag jij hier in deze kamer de normale wereld achter je laten, dieper en dieper in die ontspanning verzeild raken, tot die ontspanning heel natuurlijk overgaat in een diepe slaap waar jij volledig uitrust en jij morgenochtend met hernieuwde energie en een fantastisch gevoel weer wakker wordt. De muziek zal nog even blijven doorspelen, steeds zachter en zachter, om jou op een heerlijke manier deze slaap in te begeleiden. Welterusten en heel veel succes met jouw eerstvolgende presentatie. Geniet ervan.